Ja, ik ben weer onderweg. Een nieuwe dag. Afscheid genomen van Adam. Een heerlijke rustige nacht gehad weer daar op de plek waar ik al een keer gestaan heb. We hebben vanmorgen even lekker gewandeld, gekletst en ja, het was weer erg leuk om Adam weer even gezien te hebben. En ja, nou ben ik weer op weg richting Friesland, want vandaag vanavond heb ik afgesproken met die drie lieve mensen die mij toen geholpen hebben toen ik een smak op de dijk gemaakt heb. Dus daar ga ik ja, in de namiddag, begin vanavond ben ik daar. Dus ja, ook erg zin in, leuk om hem weer te ontmoeten. Nou, onder andere omstandigheden, maar ja, hele leuke mensen, dus daar heb ik echt zin in. En ja goed, het is zo vroeg, dus als ik in één keer zou doorrijden zou ik om 1 uur of 2 al daar zijn, maar dat is veel te vroeg. Dus ik ga op mijn gemakkie en dadelijk eens eventjes ergens stoppen en ja. Dus we zien wel wat onderweg gaat brengen. Ja, en soms krijg je wel eens van die vragen van mensen. Even kijken, nee, dan moet ik jullie even uit de houder halen. Nou, ik doe mijn glazen potjes, dus gewoon, dan neem ik mee en dan rij je rond en dan zie je opeens een glasbak. Dus, ja, zo simpel is dat. Dus ook in Vanlife kun je recyclen. Rechts afslaan. We zijn inmiddels weer in Friesland aangekomen, dus we hebben weer het Friese landschap. Na 1 kilometer links afslaan. We nemen de scenic route trouwens, dus ik heb gezegd snelwegen mijden, dus we rijden overal binnen door. Dus dat is wel leuk. Ja, dan zie je wat, dan kun je wel rustig om je heen kijken. Je hoeft niet te jagen of te razen, dus ja, leuk. We rijden nog steeds door het Friese landschap. We zijn bijna op onze eindbestemming. En dan even gestopt ergens. Na 1 kilometer, neem op de rotonde de tweede afslag. Het werk doorgestuurd was, dus daar even op het terras gezeten in een van een klein dorpje, geen idee hoe het heette, kopje koffie en het werk even afgemaakt. En ja, nu gaan we door naar de mensen die mij geholpen hebben in... Na 400 meter neem op de rotonde de tweede afslag. Toen ik bij Lauwersoog op mijn kopje ben gevallen. Nou, we zijn bijna op de plek waar we gaan overnachten. En een hele mooie plek. Net hier over het water aan de linkerkant. Hij is hier. Schitterend. Kijk eens, een mooie plek. Daar is het riviertje, het bruggetje. En Bo, is het Gert? Ja, geweldig.